Iets wat hoort bij orkesten van deze tijd is wel dat we tegenwoordig stalen snaren hebben. Ja, stalen snaren ontstemt niet, blijft altijd dezelfde toonhoogte, ze klinken keihard. Nou, dat past goed bij ons beeld nu van de muziek, lijkt het wel. Nou, is het rare in mijn vak bij de orkesten, als ik daar kom, dan zeggen we ja, als we Bach spelen, Mozart, dan moeten we darmensnaren hebben. Ja, wat is er met darmensnaren aan de hand? Ze klinken wat zachter, dichtbij een beetje scherper, maar veel meer boventonen. Eigenlijk heel erg mooi, maar ze ontstemmen wel wat sneller. En zeker als het weer omslaat, ja, dan slaat je snaar ook om. Nou, is het dus zo dat we dus algemeen nu denken, als we oude muziek spelen, en dan hebben we het weer over Monteverdi, Bach en Mozart, gebruiken we darmensnaren, of dat doe je dan. Maar als je Mahler speelt of Bruckner, moet je stalen snaar hebben. Anders kan je die muziek niet spelen. Nou, woonde ik een tijdje in een huis bij iemand die jarenlang in het Concertgebouworkest heeft gespeeld onder leiding van Willem Mengelberg. En ik studeerde viool en ik had het met haar over snaren, zoals violisten dat eigenlijk altijd doen. En toen zei ik van, wat vindt u van mijn snaar? Toen zei ze, ja, Jan-Willem, zou je niet beter een darmensnaar kunnen opzetten? En ik had zoiets van, maar dat past toch helemaal niet bij Tchaikovsky en bij Mahler, wat ik nu op het moment aan het spelen ben. Nou, zei ze, ik zou je wat vertellen. Willem, en dat was Willem Mengelberg, die wordt gezien als de grootste Mahler-specialist ter wereld, omdat hij goed bevriend was met Mahler en Mahler het Concertgebouworkest mocht dirigeren. Die was ooit eens aan het repeteren en de concertmeester was ziek. Ai, wat moest hij nou doen? Hij liet een fantastische concertmeester komen uit Duitsland ergens, vertelde ze me. En die kwam op met een prachtig glimmende viool met stalen snaren. Hij blonk zelf van trots om bijna aan het orkest zo te laten zien van kijk eens wat een mooie snaren ik heb. En hij begon te spelen en al na een paar maten tikte Mengelberg op zijn bekende manier af. Hij keek naar die viool en naar die man zegt, ja, dat doen we hier niet hè, in Amsterdam. Ga er maar weer af. En hij kon het podium af en netjes darmen snaren op zijn viool gaan doen. Want staal, dat past er niet bij. Ja, dat is wel eigenlijk helemaal in tegenspraak met zoals nu tegenwoordig de orkesten eigenlijk spelen en denken. Is het podium van het Concertgebouw groter gemaakt om Mahler te kunnen spelen? Het podium was nooit zo groot als nu, terwijl we Mahler spelen. We mogen absoluut geen darmensnaren gebruiken, terwijl Mengelberg, ja, de bron zou je zeggen, zelf wilde dat met darmensnaren werd gespeeld. Zo blijft de muziek toch altijd weer interessant en boeiend om ermee verder te komen.